En dan gaan we hier kijken naar Patrick de Vries. Ja, Patrick de Vries die stap maakte hij een overstap gewoon op een hele simpele manier. Hij was springruiter, maar ja, zijn paard sprong niet zo. En toen dacht hij, nou, als ik hem er niet overheen krijg, kan ik hem natuurlijk altijd te lang sturen. Nou, dat gaat hem prima af. Zeker hier al gegeven, die hele snelle tijden die hij hier aan het rijden is. En we zullen kijken wat hij op deze hindernis gaat maken. Heeft een eigen lijn hier weer in gereden. Hij kan die paarden, hij weet hoe ze wenden. Hij gaat vlot in galop door, rijdt met KBPN'ers. Ja, daar gaat hij, hoor, weg naar de finish. Bijgestaande groen, Linda. En dan gaan we kijken wat die tijd dadelijk gaat worden voor.